Dit is belangrijk. Noorderlicht moet blijven. Noorderlicht is het podium in Nederland voor de documentaire fotografie. Voor geëngageerde fotografie. Voor reflectieve fotografie. Om te laten zien hoe wij ons als mensheid verhouden in deze wereld en in deze samenleving. Noorderlicht is de springplank voor mij als Nederlands fotograaf voor succes in het buitenland. Noorderlicht staat voor vernieuwing en op een verfrissende manier geëngageerde fotografie, documentaire fotografie, onder de aandacht te brengen. Verhalen die vaak door de reguliere media genegeerd worden wegens ruimtegebrek of complexiteit, kan wel ruimte krijgen in het festival of in de galerie. Ik ben Dirk-Jan Visser, onafhankelijk fotograaf en werkzaam voor bladen als NRC Handelsblad, de New York Times en Le Monde. Momenteel heb ik een tentoonstelling in Noorderlicht getiteld Offside, Voetbal in Exile, dat ingaat op het uiterst complexe conflict rond Nagorno-Karabach. In de reguliere media had ik daar nooit een publicatie voor kunnen krijgen, omdat het te ver van onze bed is. Dankzij de tentoonstelling die nu momenteel in Noorderlicht Galerie is, wordt het wel opgepikt door de reguliere media. En krijg ik 8 pagina's in Vrij Nederland, 6 pagina's in One World, Amnesty International gaat mee aan de haal. In Duitsland wordt het gepubliceerd en in Frankrijk. Dankzij de tentoonstelling en het boek dat in de Noorderlicht Galerie vertoond wordt. Kortom, Noorderlicht is een visitekaartje voor de Nederlandse fotografie. In het buitenland. Het heeft enorm veel bereik en rijkwijde. En daarom vind ik dat Noorderlicht moet blijven.